zijn hier vandaag bezig om een Douglas DC-3 Dakota, kortweg Dakota genoemd, klaar te maken voor transport. We gaan straks met de Dakota op een vrachtwagen naar de vaart hier. Daar wordt hij op een boot gehezen en met die boot varen we naar Lelystad. En gaan we uiteindelijk komt hij in zijn nieuwe locatie Lelystad bij Avidroom terecht. En het is een vliegtuig dat ontwikkeld is, al net voor de Tweede Wereldoorlog zelfs. Ja, een heel bijzonder vliegtuig. We hebben eigenlijk al 2 Dakota's in het museum. Maar dit wordt de eerste echte vliegende. Dus we zijn er heel blij mee dat we deze hebben kunnen aankopen. Waar we heel erg goed op moeten letten met het transport van het vliegtuig is dat alles goed beschermd blijft. Het zijn natuurlijk hele kwetsbare delen. We zijn vandaag niet tegen rare dingen aangelopen. Het enige waar we mee te maken hadden was de wat hardere wind. Daar hebben we wat extra maatregelen voor getroffen. En ja, je bent afhankelijk van locaties. We hadden hier niet heel veel ruimte op een brug. Dus dan moet je alles slim neerzetten. Dat kostte iets meer tijd. Maar ja, uiteindelijk staan we hier nu en zijn we heel tevreden. Alles is schadevrij gearriveerd. We gaan nu naar binnen rijden. Dan gaan we beginnen met de werkzaamheden. Onder andere motoren monteren, inspecties doen. De vleugels moeten er uiteraard weer aan. We gaan ons best doen dat die komend jaar weer kan vliegen. Ja, heel bijzonder dat je na al die voorbereidingen, 2 dagen een hoop transport en hijsen, dat het hier dan staat en dat je met zo'n heel club mensen dat toch hebt voor elkaar gekregen. Dus we gaan hem zo lekker binnen warm zetten en dan zijn we al helemaal tevreden en dan kunnen we aan de slag.